Tijdens de ceremoniële inhuldiging in de Nieuwe Kerk in Amsterdam zal koning Willem-Alexander de opdracht aanvaarden die wezenlijk is aan het ambt. Voor deze opdracht zal hij de steun vragen aan het vertrouwen van het Nederlandse volk. Zeg, hoe laat is het? Het is 9 uur, 57 minuten en 43 seconden. Oké, dan gaan we langzamerhand toch richting de Mozeszaal. Ja, de Mozeszaal of de Vroedschapszaal. Vroedschapszaal. Zo heet hij ook wel. Ja, ja. Oké. De Mozeszaal is overigens de term die het Hof er blijkbaar aangegeven heeft vanwege dat hele grote schilderij van Mozes van Govert Flink wat daar hangt. Dit is Amsterdam nu. Want we mogen ook echt pas om 10 uur naar binnen, zou ik maar zeggen. Blijven we er eigenlijk ook de hele tijd binnen? Van het begin tot en met het einde? Nee, dat is een goede vraag. Wanneer de abdicatie is geweest, iedereen getekend heeft, dus wanneer de koningin heeft getekend dat op dat moment prinses is, dan gaan we alle handtekeningen zien van iedereen die daar in die kamer aanwezig is. Maar dan, dan moeten wij weg met de camera's, want dat is op uitdrukkelijk verzoek van de koninklijke familie. Dan willen ze even een moment voor zichzelf. Hier staan de ministers dus allemaal klaar. De Rijksministerraad, oftewel de Nederlandse regering. En ook delegaties uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dit is dat grote schilderij. Hier op een rijtje. Ivo Opstelten, Ronald Plasterk. En dit is natuurlijk buiten nog. Zo'n 40 seconden en dan komen ze binnen. En inderdaad zien mensen zichzelf. Het zijn ook hele grote schermen die hier aan. Het is nu precies 10 uur. Dus je zou zeggen, we kunnen zo naar binnen. Klok op het paleis achterlaat. Je moet eerst slaan. En weer wordt er gezongen. Luister maar naar het publiek. Hier Fred Graaf, voorzitter van de Eerste Kamer. En daarnaast in het rood was Anoushka van Miltenburg, voorzitter van de Tweede Kamer. Hier Ronald Plasterk, Jet Bussemaker. Jeroen Dijsselbloem. En hier komen ze binnen. Koningin schudt de hand van de voorzitter van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. En het gehele kabinet. En van de gedelegeerden uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dit is prinses Amalia. Over een kwartiertje is zij prinses van Oranje. Zij zal natuurlijk niet aan de tafel gaan zitten. De delegatie van de koninklijke familie is erbij. En zal achter de minister zitten die als het ware kijken naar de koningin en de prins en prinses.
hier prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. In het paars komt prinses Irene. Degene die de stoel aanschuift voor de koningin, dat is Willem Kozijn, de ceremoniemeester. Ook hij heeft een belangrijke rol vandaag. Een van zijn laatste grote klussen. Hij wordt consul in Australië. De koningin, prins en prinses zitten. En dat betekent dat de rest nu ook gaat zitten. De rechtse man die gaat zitten, dat is Chris Breedveld, directeur van het kabinet der koningin. Hij zal zometeen de akte ook voorlezen. De jurk die prinses Máxima aan heeft is een ontwerp van het merk Nathan uit Brussel, een van haar favoriete merken. Eduard Vermeulen is het ontwerp. Ik heet u allen graag welkom bij deze ceremonie. Vandaag maak ik plaats voor een nieuwe generatie. Ik sta op het punt mijn koningschap over te dragen aan mijn zoon Willem-Alexander, die de verantwoordelijkheid voor deze mooie taak op zich wil nemen. Mag ik de directeur van mijn kabinet, de heer Breedveld, het woord geven en hem vragen de akte van abdicatie voor te lezen. Majesteit, dank u wel. Zo dadelijk lees ik de tekst voor van de akte van abdicatie en daarna leg ik deze aan u, majesteit, ter bekrachtiging voor. Met de ondertekening van de akte doet de koningin de in artikel 27 van de grondwet bedoelde afstand van het koningschap en hebben wij op datzelfde moment een nieuwe koning. Nadat de nieuwe koning en zijn echtgenoten als getuigen hebben getekend, wordt de akte van abdicatie ter tekening voorgelegd aan de andere getuigen. Daarna zal ik de akte tonen aan dan prinses Beatrix en aan de koning, waarna de ceremonie van abdicatie is geëindigd. Dan begin ik nu met het voorlezen van de akte van abdicatie. Heden, 30 april 2013, om 10:00 in de ochtend, heb ik Beatrix, koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, enzovoort, 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 in aanwezigheid van mijn oudste zoon, de prins van Oranje en zijn echtgenote, in het Koninklijk Paleis te Amsterdam, bijeengeroepen, de voorzitters van de beide kamers der Staten-Generaal, de ministers van het Koninkrijk, de vicepresident van de Raad van State van het Koninkrijk, de leden van de deputaties uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de commissaris van de koningin in de provincie Noord-Holland, de burgemeester van Amsterdam en de directeur van het kabinet der koningin, om in hun tegenwoordigheid met een plechtige verklaring uitvoering te geven aan het door mij op 28 januari jongsleden meegedeelde voornemen afstand te doen van het koningschap. Ik verklaar dat ik thans afstand doe van het koningschap van het Koninkrijk der Nederlanden, welk koningschap van dit moment af overgaat op mijn oudste zoon en opvolger, Willem-Alexander, prins van Oranje, overeenkomstig de bepalingen van het statuut en de grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. Deze verklaring, met mijn handtekening bekrachtigd en ondertekend door mijn oudste zoon en zijn echtgenote, alsmede door alle autoriteiten thans door mij bijeengeroepen en hier aanwezig, zal in het archief van het kabinet van de koning worden bewaard, nadat deze van het grootzegel van het koninkrijk is voorzien. Authentieke afschriften zullen worden gezonden aan de beide kamers der Staten-Generaal, aan de Raad van State van het Koninkrijk en aan de staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
De nieuwe koning, koning Willem-Alexander. Kijk dus toe hoe er getekend wordt door de ministers. En door onder andere dadelijk ook de burgemeester van Amsterdam. En de prinsesjes kijken vooral naar alle mooie schilderijen aan de muur. De nieuwe koningin. Prinses Beatrix. Om precies 10:07:43 was haar handtekening afgelopen. En dus was ze op dat moment geen koningin meer en was Willem-Alexander koning. Is het luiden van de klokken ook afgelopen van het paleis op de Dam. Die begonnen te luiden nadat Maxima haar handtekening had gezet. Prinses en koning, moeder en zoon. ...33 jaar geleden precies, dus zat ze hier ook toen op de stoel waar nu Willem-Alexander zit. Minister-president van Sint Maarten schuift hem door aan de commissaris van de koningin in Noord-Holland. En dan is de burgemeester van Amsterdam aan de beurt.
En als laatste, Chris Breedveld, nu directeur van het kabinet van de koning. Ze vindt de handtekeningen mooi. Dan is hiermee een einde gekomen aan deze abdicatieceremonie. Dank u wel. Dank u wel. Dan heb ik als laatste een beeld van prinses Ariane, prinses Amalia en prinses Alexia. Want daarna moesten wij er dus uit. Dit is even een moment. Op uitdrukkelijk verzoek van de koninklijke familie dat de camera's weg moeten uit die vroedschapskamer, de Mozeszaal. Marie Gever en Daniela Hooghiemstra, wat vonden jullie ervan? Nou, ik vond eigenlijk, het ging een beetje zoals we hadden gedacht. Er zijn geen, het was heel ingetogen. Geen onverwachte uitingen van emotie. Als ik het vergelijk met destijds Juliana. Dan zie je op een gegeven moment Juliana, die verliest zichzelf echt een beetje. Die gaat bijna liggen op de tafel. En ja, het is fantastisch. En dus die laat dus echt die gevoelens helemaal toe. En ze kan ook eigenlijk niet wachten bijna om dan, zodra Beatrix getekend heeft, om haar handen te pakken. En, maar u zei net van tevoren, bij Beatrix moet je zoeken naar het persoonlijke, dus dat zij de hand pakt van Alexander, dat is het moment eigenlijk waar het gevoel in zit hier. Ja, maar zeer wel overwogen en ook zo alles op zijn tijd. Dus alles gaat via volgens een waarschijnlijk van tevoren wel al bedacht patroon. Ja, en Maria Gever, want u zei net van ja, misschien in die akte dat je nog iets van een persoonlijk dingetje vindt. Ja, door het gejuich hier buiten kon ik niet alles even goed horen, want dat is wel een groot verschil met 1980. Hè. Die is hier al tijdens de ondertekening gejuich. Maar ik heb niets speciaals kunnen ontdekken in die tekst. Misschien als we hem gaan lezen, want wij hoorden van tevoren dat er zou een bepaalde nood zijn, maar dat heb ik niet gezien. Maar wat mij nog wel opviel, is dat dat duurt dus even dat iedereen ondertekent heeft. En je ziet dat zo'n ritueel, dat maakt het duidelijk, we gaan nu naar een andere koning over. Rituelen zijn wat dat betreft heel belangrijk, ook voor de esthetiek, hè? Voor het mooi aankleden en het besef van, we hebben nu een koning. Een van die rituelen is bijvoorbeeld de vaandels, vlaggen, koninklijke standaarden. Ja, die worden gestreken. Hè? En dit is nu het vaandel van Willem-Alexander. Ik geloof dat er een verschil is en dat je heel goed moet kijken naar het verschil. We hebben geprobeerd het even een beetje in beeld te krijgen. Kijk, hier wordt hij gehesen. Hier is met een strik of zo. Het is wel voor de fijnproever, hè? Als je ik dat ben verschil niet zo thuis in. Kijk. Ja, we hebben er plaatjes van. Dan kunnen we even zoek de verschillen doen. Zo. Oh, ja. Ja, dat strikje daar rechts. Het strikje, precies. Ja. Dat is het verschil. De een gaat een beetje naar links en de ander hangt als het ware recht. Hier, hij is wat groter, als het ware, de strik aan de rechterkant, die van Willem-Alexander dus. Dus uit de verte zie je het niet, zullen we maar zeggen. Nee. En de kwastjes, dat is ook een verschil. Maar uit de verte zie je niet echt heel goed het verschil. Zou dat expres zijn? Nou, geen idee. Ik weet niet of het nou, het is een klein accent, maar. Maar heeft wel iedere eigen koning zijn eigen vaandel, zijn eigen? Ik ben er niet zo in thuis. Ik weet het echt niet. Nee, laat ik dat maar gewoon eerlijk zeggen, ik weet het niet. Ik zou het ook niet weten, nee. Er zit er wel. Misschien dat de koninklijke familie onderling dat wel weet, hoor. Ik denk dat ze dat natuurlijk onderling vanuit het buitenland, dat ze dat heel goed weten. Maar nou, iemand die dat overal weet is Mark van der Linden. Wie weet zit hij nog op de bank straks. Dan vragen we het hem wel eventjes. Over Amalia zeggen. Ja. Want nu is Amalia kroonprinses van Oranje. Hè? Zo. En dat is Beatrix nooit geweest. Beatrix, omdat ze een vrouw was, was dus gewoon kroonprinses, maar geen prinses van Oranje. Dat hebben ze pas in 2002 veranderd. Dus dat was toch heel erg vanuit die mannelijke lijn, vanuit de 19e eeuw gedacht, een koning is een man. We gaan nog even dat moment van tekenen terughalen. Ja. Want het was ook zo grappig hier om te horen hoe mensen buiten daarop reageerden. Ja. Laten we eens even kijken. Mensen zien het op grote schermen op de Dam. Ja.
1980 was het juist anders. Hè? Het lijkt bijna een beetje op dat gejuich naar het ja-woord met het huwelijk. Ja, mensen hoorden dat een... Ja. Ja, en hier is het echt, hè? Ja, Kiesja, grappig is dat, hè? Dus mensen buiten hadden natuurlijk precies door wat er binnen gebeurde. Sterker nog, je kon zelfs zien dat ze precies wisten hoe het zat. Want nadat ook de directeur van het kabinet der koning zijn handtekening had gezet, begonnen ze te juichen. Klopt, ja. Op de momenten dat het ertoe deed, begonnen ze te juichen. En dat was hier echt luid en duidelijk te horen. Veel enthousiasme voor Beatrix. Er werd ook toen zij binnenkwam uitgebreid Bea bedankt gezongen. Veel applaus en gejuich. En dat is natuurlijk inderdaad al een heel groot contrast met 1980. Ik hoorde het Daniela Hoog-Hiemstra net ook zeggen in de uitzending. Koningin en toen daarna prinses Beatrix hield toen een hele geëmotioneerde toespraak tegenover haar dochter. En nu, koningin Beatrix sprak een paar woorden. Welkom heten ze ons. En ze zei dat ze de troon ging overdragen. Ook de Juliana, terwijl er nu weer achter me flink gejuicht wordt, omdat de mensen zichzelf zien op de camera. Koningin Juliana, die de hand van Beatrix inderdaad vastgreep om op die manier bijna het koningschap door te geven, leek het wel in 1980. Ook dat was nu heel bescheiden eigenlijk. Maar het enthousiasme op de Dam was er niet minder om. Sterker nog, iedereen kon het nu allemaal uitgebreid zien. En nou, mensen genieten daarvan. Ja. Zet, nog even, Maria, over die akte. Want jullie zochten een beetje naar of er iets persoonlijks in zou kunnen zitten. Was dat bij Juliana wel zo? Ik vond het bijna dezelfde tekst als van Juliana. En ik heb de tekst niet vergeleken met die van Wilhelmina, tenminste niet recentelijk. Volgens mij is dat redelijk hetzelfde geweest. Ik zag daar niet groot accentverschil in. Jij? Nee. Ja. Nee, ik denk eigenlijk dat dit is hoe Beatrix het wil. Dus het instituut zit daar in het paleis. Ja. Alles verloopt daar op een formele, keurige manier. En buiten, daar is de emotie, daar is het volk. En dan natuurlijk liefst positieve emotie, wat natuurlijk in dit geval ook zo is. Maar die emotie drong wel duidelijk door, want ze moesten lachen op het moment dat ze het hoorden, het gejuich. Ja, dus dat vindt ze, die emotie moet er zijn, want natuurlijk, dat is van afhankelijk. Ze is afhankelijk van die gunst van het volk. Maar ze wil hem niet, zelf uitdragen. Er is een verschil tussen haar als instituut en het volk dat buiten staat. Terwijl juist die act van abdicatie wel echt een zeer persoonlijke beslissing is. Ja, een van de weinige dingen die ze bij spreken. Alleen de koning kan die beslissing nemen. Ja, precies. Nee, dat is het voorrecht van de koning. Daar heeft uiteindelijk zelfs de regering, of althans het kabinet, de ministersraad, niets mee te maken. Zij kan dat zelf bepalen. Bij Juliana was het zelfs nog heel erg onverwachts gebeurd. Ja, want Astrid, jij zei net, want het was heel bewust omdat de familie dat zelf wil. Op een gegeven moment stoppen de camera's en dat is het dan voor ons om te zien. Maar weten we eigenlijk wat er dan binnen nog gebeurt? Nee, want dan hadden we het wel mogen zien. Nee, maar ik bedoel, van vorige keer, is dat een soort familiebijeenkomst? Hoe moet je dat voorstellen? Nee, ik denk de vorige keer was het toch wel enigszins emotie na afloop, hè? Zagen we. En ik denk dat Beatrix dat inderdaad niet zo graag wil laten zien. Oké. Ik denk dat dat een bewuste keuze is. Hè, wie weet vloeit er een tarantje. Denken jullie dat of niet? Ja, ik kan me voorstellen dat ze zich even willen terugtrekken. Ja, het lijkt me niet raar. Een kopje koffie, denk ik dan, even zoiets. Ja, ze gaan natuurlijk waarschijnlijk die mozeszaal nu eventjes uit. En zullen even bijkomen van... Het is inderdaad een heel emotioneel moment. Dat zag je toch wel, vond ik, aan de gezichten van Beatrix en Willem-Alexander. En ook bij Maxima. Ja, het is op dat moment voltrekt zich die overdracht. En het is het moment van vandaag. Dit is eigenlijk het moment waar het om gaat. Dit is het. De rest is allemaal prachtig en mooi in die kerk. Dit is het moment. Dus we hebben het ook vanaf verschillende standpunten zelfs in beeld gebracht. Ja. Ik ga nog eens een keer kijken hoe dat dan op een andere manier eruit ziet. Laat maar zien.
En daar dus het hijsen, neem ik aan. Nou, het is heel vertraagd in beeld. Ja, maar het mooie van deze kamerposities trouwens, van hoe we nu de ondertekening zagen, was dat we ze nu natuurlijk recht in het gezicht konden kijken. Ja. Je zag bij Beatrix opluchting, of niet? Of, ja, nou, ik vond ook wel, het is natuurlijk, het is, en ik vond ook dat je trouwens in het gezicht van Willem-Alexander zag je ook wel, ja, het is natuurlijk toch gewoon een heel erg ingrijpend moment. Het is, ja, je zou bijna kunnen zeggen, het is een soort geboorte bijna. Er wordt toch iets, er komt iets, er komt ineens een heel nieuw leven wat daar toch ontstaat eigenlijk. En ook vooral natuurlijk een leven waar afstand van gedaan wordt. Ja, want dat realiseert degene zich die natuurlijk overdraagt. Ja. Je ziet dus het menselijk lichaam van Willem-Alexander komt in het politieke lichaam van de koning. Hè? Want dat is natuurlijk het instituut waar jij het net ook over had. Dat is wat er gebeurt. Ja, maar ik vind toch het contrast met 1980 enorm. Hè? Ja, dat vertel nog eens. Want ja, u zei van Juliana lag bijna over die tafel. Ja, ja, terwijl dus Beatrix aan het tekenen was, ja, ging Juliana eigenlijk zo over die tafel heen liggen, kijkend naar haar dochter en ook echt contact zoekend, had ik het idee. Ja, het was ook wel een beetje een lastig boek. Dat bleef niet helemaal lekker liggen. Dus daarom hielp ze even. Maar het liggen en het aankijken, dat voegde ze eraan toe. Ja, en er is een heel mooi detail, vind ik, in dat beeld. Omdat je namelijk daar al ziet dat Beatrix het een beetje afweert. Dus dat zij daar duidelijk maakt van, we moeten nu eerst dit tekenen. Dus we gaan nu niet met elkaar allemaal blikken uitwisselen. Nee. We gaan nu die akte tekenen. Ja. En dan wacht ze ook nog even, want dan staat Juliana eigenlijk al klaar om haar handen te pakken. Maar dan geeft Beatrix eerst even haar pen nog terug aan iemand die haar helpt. En dan pas keert ze zich naar haar moeder. Dus, en klonk zij ook anders toen ze wat zei, Juliana? Kan je dat nog herinneren of niet? Of was dat ook een heel afgemeten Ik vind het contrast nog meer dat je de helikopters hoorde. Dat je de rotsen buiten natuurlijk hoorde. Dat is verschil. Dat is, ik weet ook niet, Juliana was natuurlijk heel emotioneel, zeker. Maar dat is ook natuurlijk voor die nieuwe koningin destijds heel moeilijk geweest. Ja. En dat is het contrast met nu. Want ja, die emotie van Juliana kan ook een soort van bescherming zijn geweest van meid, zet door, ondanks wat buiten zich afspeelt. Dat kan ik me voorstellen dat toen een grote rol heeft gespeeld. Ja, moet je kijken hoe dat nu dus is, op de Dam, hoe dat was, in afwachting van positief. De balkonscène, hè, over een paar minuten. Maar hoe mensen nu reageerden op de Dam toen ze dat zagen op die grote schermen. Ja, geweldig. Ja, een leuk gelaten hoor. Weet je wel, ja. Waarom? Ja, toch wel een emotioneel moment, wel best wel. Ja. Ik kwam gewoon los. En een bijzonder moment natuurlijk sowieso. Weet je, weer. Voor mij is het de tweede keer dat ik het meemaak. Ook in 1980 was ik er ook bij. Een stuk jonger natuurlijk, maar heel leuk om mee te maken. Absoluut, geweldig. Dus je hebt meegemaakt dat ze koningin werd en nu is ze koningin af. Ja, fantastisch. Ja. En nu leuk met een nieuwe koning, dus helemaal fantastisch. Ja. Hoe ga je koningin Beatrix herinneren? Ja, een geweldige vrouw, vind ik. Fantastische vrouw. Echt de moeder van het vaderland geweest is, denk ik. Absoluut. Ja. En nu een nieuwe koning? Ja, ik hoop het ook heel goed gaat doen, maar denk het wel. Hij is heel volwassen geworden en ziet er goed uit. Samen gaan ze het heel goed doen, denk ik. Dat denk ik ook, zeker. Ja. Dus, geniet van de dag. Dankjewel. Ja. Ja, volop in afwachting natuurlijk van de balkonscène. Ja, prachtig. Zo, die emotie van die mensen, dat zegt wel wat, of niet? Nou, het zegt denk ik wel ook iets over wat, tenminste voor mij liet dit vooral zien dat Beatrix eigenlijk niet vindt dat je moet toestaan dat je die emotie hebt. Zij heeft dat ambt toch echt als een zakelijk ambt gezien en ze vindt ook dat ze dat zo moet uitoefenen. Dus ik denk dat ze hier ook heeft laten zien dat ze, dat emoties daar niet een al te grote rol moeten spelen. Ja, wat dat betreft eigenlijk zoals verwacht. Nou ja, de waardigheid van het ambt heeft zij hoog gehouden. En dat is natuurlijk wat bij een staatshoofd hoort. Daarmee maak je ook het politieke bedrijf gewoon wat begrijpelijk en acceptabel. Dat is haar functie. En dat heeft ze heel goed gedaan. Ja, ik denk ook dat zij echt, haar standpunt was denk ik ook echt, dat je die monarchie niet kan bestieren als je die emotie te veel toelaat. Dat het te gevaarlijk is. En dus is het afwachten hoe dat allemaal gaat worden onder de nieuwe koning.
Zeg ik dan maar een beetje met nogmaals de blik op de klok. Het is een half minuutje beetje verwijderd. 45 seconden pakweg. Volgens mij kunnen we gewoon lekker gaan kijken naar dat balkon en samen met de mensen afwachten. Ja, gaan we kijken wat er gebeurt. De deuren open gaan. Want als alles volgens protocol verloopt, en waarom zou het niet, dan gaan die deuren echt exact om 10:30 open. Afstand gedaan van de troon. Ik ben gelukkig en dankbaar u voor te stellen, uw nieuwe koning, koning Willem-Alexander. Even wuiven met z'n. Lieve moeder, vandaag hebt u afstand gedaan van het koningschap. 33 bewogen en bevlogen jaren waar wij voor u intens, intens dankbaar zijn. Mede namens uw koningin wil ik ook u allen op de Dam, in Amsterdam, in Nederland en de Caribische delen van ons koninkrijk hartelijk danken voor steun en vertrouwen wat wij van u hebben mogen ontvangen. Dank u wel.
En dit is hem dus, de abdicatieakte, waarin koningin Beatrix afstand doet van het koningschap en het overdraagt aan haar zoon Willem-Alexander. Als eerste uiteraard Beatrix, daaronder Willem-Alexander en Maxima. We hebben er getuigen van kunnen zijn met z'n allen. Net als van de balkonscène. Mm-hmm. Op dat balkon, daar zagen we ineens emotie, hè? Ja. Nou ja, ze pakten elkaar vast en op een gegeven moment kussen ze elkaar. En ja, dat is ook logisch. Maar misschien heb jij daar nog meer over te zeggen. Nou ja, ik vond ook opvallend inderdaad, zeker de moeder en zoon, maar ook zoon en dochter zag ik, oudste dochter. Dat ja. Willem-Alexander een paar keer echt zijn Amalia... Want ook voor haar verandert het, ja. Ja, dat, kennelijk is dat bewustzijn, wordt er dus toch al heel vroeg gecultiveerd, kennelijk. Het lijkt toch ook voor haar best wel moeilijk over zo'n kind. Ja, ze willen haar zo goed mogelijk normaal opvoeden. Maar ja, ondertussen, zij wordt natuurlijk nu wel kroonprinses, prinses van Oranje. Ze is toch pas 9. Ja, ja. Exact. Ja. En vanaf dit moment dus, nieuwe koning, koning Willem-Alexander. Daar horen statiefoto's bij. Die zijn er ook vanaf dit moment al. Die zijn natuurlijk eerder dan, denk ik, al gemaakt. Tuurlijk. De koning en de koningin. Officieel staat. Die zijn inderdaad eerder gemaakt, want Maxima heeft sowieso een andere jurk aan. De orde van de Oranje Nassau, dat is lint. Hij is nu inderdaad grootmeester in de orde van Oranje Nassau. Hij is de hoogste in rang. Geen militair kostuum, hè? Maar wel onderscheidingen zien we. Ja. De nieuwe koning. En hier aangeschoven is Herman van Veen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het eerste wat u zei toen u binnenkwam, want u zat mee te kijken, zonder dat de kijkers dat thuis zagen naar wat er op het balkon gebeurde. We zitten op de eerste rang hier. Ja, we zitten hier verbluffend dichtbij. Ik denk, wat is het? 120 meter. 30 meter is het maar. Ja. Is het 30 meter? Het is maar 30 meter. En u zat zich te vergapen aan de menigte hierachter. Ja. Wat daarbij opvalt is hoe opmerkelijk jong de mensen zijn die aan de, zeg maar, staan te kijken. En zeker wat hier staat, dat is een vrolijke gebeurtenis. Ja. Ja. We hebben het er vaak over gehad hier vanochtend, hoe dat 33 jaar geleden heel anders was. Ja. Het is vrolijkheid troef nu. Ja. Waarom bent u hier? Ik ben hier omdat ik een paar weken geleden kreeg ik een brief van de voorzitter van de Eerste Kamer. Of ik een tekst wilde schrijven op een melodie van Johann Sebastian Bach. En dat gaat zometeen in de kerk gezongen worden na een bijzonder officieel moment. En dat is na de eed. Ja. Gaan we op letten, na de eed? Ja, dan is er een soort obade. En dat wil ik graag horen. Dus... Welke tekst heeft u gemaakt? Daar mag ik niets over zeggen. Nee? De tekst gaat het zelf zingen, zeg maar. Maar serieus, dat mag van anderen niet? Of wilt u dat zelf het is, niet? Het is mij gevraagd daar niets over te zeggen. Want anders hoeft dat lied niet gezongen te worden. Ja, wij moeten gespitst zijn op wat er straks na die eetoverlegging gebeurt. Ik ben zelf zeker zo nieuwsgierig als u. Het schijnt, de kinderen schijnen prachtig te zingen. Waar heeft u zich door laten inspireren bij het maken van die tekst? Ja, dan is het bijna onvermijdelijk dat ik er iets over zeg, hè. Dus, waar dacht u aan? Nou, ik heb mij afgevraagd, wat zou ik beleven als ik de leeftijd had van die kinderen? En dat gaat hopelijk lukken. Dus we gaan een beetje in uw hoofd zitten? Nou, meer in de hoofden van de kinderen. De kinderen, dus de dochters, daar heeft u zich. Ja. 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 Dat is een mooie gedachte. Ja. En vooral de oudste dochter natuurlijk, want die zagen we net op het balkon staan. Dat moet voor zo'n meisje een onvergetelijk moment zijn. En hoe haar vader haar al een beetje beschermend op de schouder. Ja, dat is... lijkt me niet eenvoudig. Nee. Wat is het voor u voor een dag vandaag? Ik denk vooral ontzettend veel aan mijn vader en moeder. Die zijn er niet meer. Ja. En de hele dag loop ik altijd denken, god, wat zou die dat fantastisch hebben begonnen. Ja, uit die oorlogsgeneratie. Mijn vader was een verzetsman. Dus daar had het Huis van Oranje een hele betekenisvolle positie voor. Mm-hmm. En mijn moeder had hetzelfde kapsel als Juliana, zeg maar. dus dat was niet dat nou zulke koningsgezinde mensen waren, maar
In de oorlog was dat een iets anders dan dat nu is. En die verbondenheid. Dus als ik hier loop, dan heb ik de hele tijd het gevoel... God, wat zou papa en mama dat geweldig hebben gevonden. Ik ben vanochtend heel vroeg op moeten staan... om met een bus van Schiphol hier naartoe te rijden. En dat was heel bijzonder, want ik zat in de bus met veteranen. En er was één meneer bij, en dat was een hele oude meneer... die was een van de laatste veteranen uit de oorlog in Korea. En hij vertelde mij over zijn laatste patrouille. En dat was... Ik heb met open mond naar die man zitten luisteren. En dat is ook vandaag. Het gaat veel verder dan, laat ik maar zeggen, dit moment. Ja. Er komen allerlei gevoelens en sentimenten los... waar we allemaal mee te maken hebben als Nederlanders. Mm-hmm. En dat is interessant om van zo nabij te kunnen meemaken. Ik heb echt een heerlijke ochtend al gehad. Aan het genieten. Ja, en ik ben al in de kerk geweest en dat is... Dat ziet er prachtig uit. Ja. Ja, toch gaat het natuurlijk wel vandaag om het moment, om dit moment. We hebben het al van allerlei standpunten gezien inmiddels. Maar we gaan even kijken naar het moment. Dus het tekenen door koningin Beatrix op dat moment nog. En zodra haar handtekening is afgelopen, prinses Beatrix. Maar op de Dam. Dus wat gebeurt er op de Dam op dat moment? Ervan. Ontroerend. Ziet er wel erg, hè? Waarom ontroert het u? Nou, ik denk ook aan mensen die er niet meer zijn, die niet mee mogen. Ook aan haar, van Klaus, weet je. Toch triest. Sorry. Prachtig. Heel mooi. Ja, ontroerend. Ja. Waarom ontroerend? Ja, je bent je koningin kwijt, maar je krijgt er ook wat moois voor terug. En dit is een prachtplaatje en ze gaan het heel goed doen. Ja, ik ben echt ontroerd. Hoe gaat u koningin Beatrix herinneren? Als een moeder van het volk. Als een fantastische vrouw, fantastische koningin. Ja, heel dankbaar zijn we er. Ja, dat is zoals er buiten werd gereageerd. En er werd voor deel hetzelfde gezegd als wat u net zei. Ja. Hè? Je denkt aan mensen die er niet meer zijn. Ja. Ja, wij gingen vroeger ook met school langs Soestdijk lopen en zo buiven met de klas. Dus dat zit in je, in onze herinnering, dat zijn wij ook. En dat is opmerkelijk aan. Dus het gaat voor een heel groot gedeelte ook over ons eigenlijk. En helemaal niet alleen maar over Beatrix of Alexander. Ja, ik zeg wel eens wie je bent, dat is ook wat je eet. En dat is ook wat je leest. En dat is wat je ervaart. En die koninklijke familie is gewoon een stuk van onze herinnering. En dat is een soort erfgoed. En dat is, daar mag iedereen van vinden wat hij vindt. Maar het is wel een feit dat dat deel... Het is een beetje een soort levende nachtwacht. Hè? Het is onze... Ja, het maakt deel uit van onze herinneringen. En... Terwijl het Damrak volstroomt, zeg ik even tussendoor. Kijk naar het... Omdat we eerder vanochtend zagen hoe rustig het was. Want er zijn helemaal geen andere gevoelens binnen uzelf. Er zit hier niet een republikein op de bank... maar die het wel allemaal fantastisch vindt als ze verbroederlijk zijn. Ik ben een realist. En we leven hier in een democratie. En deze democratie verkiest dit koningshuis. En wat ik daarvan vind... voor mij zou het symbolischer mogen... Symbolischer. Maar, ja, dus in de zin van, daar zou wat mij betreft, hoeven daar geen politieke aspecten aan te zitten. Maar je kunt niet ontkennen dat
deze familie betekenisvol is voor onze samenleving. Ja, zoals we hem net weer zagen staan, ook de familie, op het balkon. Ja. Ja. Maar als je ook kijkt, ik kan niet ontkennen dat hier iets gaande is. Nee. Hè? Ik bedoel, maar ook in uzelf was iets gaande, beschreven we al. Pardon? Ook in uzelf was iets gaande. Ondanks dat u zegt van, ik heb sommige bedenkingen. Ik ben 68 jaar en ik maak dit 68 jaar mee. En dit is dus, ja, dat zijn wij ook. En dat is of je nou, ik geloof niet dat je daar vergelijkingen moet trekken, maar dat is, ik heb gisteren een documentaire van jullie gezien. Het is even opmerkelijk, een oranje rookbom. Ja. Zou het ter verhoging van de feestvreugde zijn? Vraag je dan af? Nou. Doet een beetje denken aan de beelden van 33 jaar geleden, alleen was het een witte rook. Ja, dit is wellicht, laat ik maar zeggen, de oranje rook die bevestigt dat er een nieuwe koning is. Wordt in ieder geval genoeg opnames van gemaakt. In Rome met een ander kleurtje gaat. Ja. We zoeken wel uit wat daar gebeurt. Een mooi moment voor heel veel Nederlanders. Zelfs voor mensen die er een beroep van hebben gemaakt, Daniela. Want het balkon was, en we hebben hele leuke beelden van jou. Ik moet weg. Ah, ja. Oh. Ja. Nou, je zit er zo dichtbij. Het is echt. Wat is die gelukt trouwens, die foto? Nou ja, we zaten natuurlijk prachtig precies in het midden. We hadden daar de mensen konden we zien en daar de koningin. Dus het is een mooie plek voor jullie. Nee, het is een mooie foto voor jou voor later. Ja, helemaal naar die hoek. Ja. Het was een filmpje zelf. Ja. Ja, houdt nog. Daar heb ik mijn kaartje niet bij me. Dus die is nog niet echt terug te kijken, neem ik aan. Misschien wel. Ja, nou, we kijken. Nee, meer voor de privécollectie, denk ik. Hè? Ja. Wat Herman van Veen net aansneed, die ontroering bij ook jonge mensen, dat heel veel jonge mensen hier op de Dam staan. Ja. Ik hoorde meteen naast mijn naam, ja. Ja, nee, dat was een goede observatie, want je denkt altijd aan oranje klanten, dat zijn oude mensen, maar kennelijk loopt het door alle generaties heen. Maar ik vond het heel erg mooi wat u zei over dat het leeft in families en bij uzelf. Ja. Want dat herken ik natuurlijk ook bij ons thuis. Ja, werd Koninginnedag ook gevierd. Mijn broer was ook altijd jarig op Koninginnedag. Dus dat is iets van, ja, het collectieve geheugen wordt toch vormgegeven door dit soort festiviteiten. Ja, zult ze misschien afvragen. En dan de emotie ook op, hè? Ja, zult ze misschien afvragen, hey, Rob is ineens van de bank verdwenen. Die heeft even een belangrijke afspraak. Maar we gaan straks, als het goed is, zien. Dat u niet denkt, waar is die naartoe? Ja. Maar klopt dat? Dat klopt. En daarbij is ook vandaag mijn dochter jarig. Kijk. Dus deze dag heeft voor mij al een... Ja, Babette is een koninginnenkind, zeg maar. Ja. Ze is nu 44. Ja. Ik moet eerlijk bekennen dat wat betreft die ontroering, dat ik dat eigenlijk niet heb. Dus misschien ben ik dan een uitzondering. Maar ik heb toch meer, ik vind het wel een historisch moment. En daarom vind ik het, eigenlijk vooral een interessant moment. Maar dat die ontroering, die herken ik eigenlijk helemaal niet. Maar dat is wellicht omdat dit uw vak is. Nou, het is ook mijn vak. Ja. Ik heb allebei, ik vind het reuze interessant hoe mensen er allemaal op reageren. Maar ik kan niet ontkennen dat het iets doet, want het markeert een overgang. Ja. Het wordt met veel ritueel omgeven. En het doet je vooral herinneren aan vroeger. Dat is wat ik denk. Ja, maar ik zat bijvoorbeeld in de bus met twee jonge mensen. Die zaten en die hadden een brief geschreven aan de oude koningin. Ja. En om haar op een. Die hebben haar bedankt. In eenvoudige taal, op een hele indringende manier blijkbaar, want zij werden toen uitgenodigd om hier vandaag bij te zijn. Ja. En die mensen, daar zou ik dat helemaal niet van verwacht hebben. Ja, dat is een beetje moeilijk uit te leggen, maar dan denk je, goh, dat jij? Maar hij dus. Hij dus. En hij kon dat helemaal uitleggen, wat dat voor hem had betekend. En dat vond ik eigenlijk heel bijzonder. Dat die gasten dus nu in die kerk zitten zometeen, omdat ze een hele lieve brief geschreven hebben. Het zijn zoete dingen. Er zijn heel veel mensen natuurlijk mee bezig met dit moment vandaag. Het Museumplein is vooral heel veel feestvieren. Maar dat moment van die abdicatie hebben ze ook op Museumplein meegekregen.
en ook natuurlijk het balkonscène kregen ze volop mee. Kiesja, op de Dam. Hallo. Achter jou oranje rook. Ja, oranje rook. Die ging 5 minuten geleden of zo, een oranje rookbom. En nou ja, wat een contrast met 1980 vooral. Want dit ziet er toch wel echt uit als een feestelijke oranje rookbom. Er komt ook geen politie op af. Wel heel veel camera's die natuurlijk denken aan 33 jaar geleden. Maar zoals ik het nu kan zien is het allemaal heel onschuldig en vooral feestelijk bedoeld. Bedankt, Kiesja. Wil nog één kort dingetje even aansnijden, want op het balkon zagen we ook Maxima en prinses Beatrix inmiddels innig omarmd. In haar toespraak gisteravond had ze ook warme woorden voor Maxima, brak haar gezicht ook een beetje open. Een speciale band? Ik denk inmiddels zeker. Maar ook hier denk ik dat voor Beatrix geldt dat voor een heel groot deel ook een professionele overwegingen hebben daarmee wel zeker een rol gespeeld. Ze heeft wel, het schijnt ook in het begin hè, dat ze helemaal niet zo enthousiast was. Omdat ze toch altijd kijkt naar van ja, maar kan dit wel? Is het wel, lukt het wel straks? Kan zij wel koningin worden? En ik denk dat zij op een gegeven moment heeft gezien dat Maxima dat inderdaad heel goed kon. Maar die band, die is altijd tweeledig. Het is niet alleen maar emotie, het is ook altijd een zakelijke afweging. Dus het komt ook in de familiezaak. Ja. In het familiebedrijf. Ja. Ja. We gaan afsluiten deze eerste 2 uur. De abdicatie is gebeurd. Het is zover. We hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Maria Grever, Daniela Hooghiemstra en Herman van Veen, hartelijk dank. We gaan naar het journaal en dan zijn we bij u terug. Tot straks. Zometeen opent de vergadering. Daar zijn dus de koning nog en de koningin nog niet bij. En de rest van het koninklijke gezelschap ook nog niet. Fred de Graaf zal die vergadering openen. Maar ik denk dat dat ook een beetje uitloopt, aangezien de ministers van staat een beetje later waren. Maar ze zullen toch wel moeten gaan opschieten, want alles moet eigenlijk wel weer volgens het draaiboek gaan lopen. Ook de Rijksministerraad is overigens niet bij de opening van die vergadering aanwezig, die komt ook daarna. Dit is Sheikha Moza van Qatar. De vrouw van de emir. Zij treedt het meest naar buiten eigenlijk. Dit zijn dus inderdaad die vorstelijke missies die toch voor pakweg 10 minuten geleden gepland stonden. Dit is Camilla, de vrouw van prins Charles. Daarachter de kroonprins van Brunei. Nee, Thailand is dit. En vooral van de prinses, de kroonprinses, is het heel bijzonder dat ze er is. Die komt niet zo vaak in de openbaarheid.
Charles. Voor de tweede keer dus bij een Nederlandse inhuldiging. Want zoals we allemaal weten is zijn moeder still going strong. En hij komt dus wat later de kerk binnen, maar zoals gezegd niet zijn schuld. Er was maar wat problemen met het verkeer. En daarom opent de vergadering dus ook later. Het zou best eens kunnen zijn dat alles een beetje opschuift. Ik vraag me af of Charles en Camilla het van daaraf goed kunnen zien. Iedereen wordt naar zijn plaats begeleid. De placering in de kerk is heel strikt. Dat geldt ook voor iedereen, niet alleen voor de vorstelijke missies. Kofi Annan en zijn vrouw. Zij zijn erbij omdat Kofi Annan eigenlijk Willem-Alexander bij de Verenigde Naties heeft gehaald met zijn watermanagement. Kroonprins van de Verenigde Arabische Emiraten. De kroonprins van Qatar. Daarachter. Oman. Te herkennen aan het net wat andere hoofddeksel. Dat is het Guillaume met Stephanie van Luxemburg. Daar dat even in het Frans gaat onder andere. Erfgroothertog, want Luxemburg is natuurlijk een groothertogdom. De kroonprins van de Arabische Emiraten. Dit is, zoals we dat noemen, het tweede cortège dat vanaf de Dam naar Paleis op de Dam naar het Nieuwkerk loopt. Hier zijn prins Philip van België met zijn vrouw Mathilde. En ook Mathilde draagt een jurk van het koningshuis Nathan, want ook haar lievelingsmerk.
de ministers. En dat is weer de hele Rijksministerraad, dus ook de gedelegeerden uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Prinses Mette Marit met prins Haakon van Noorwegen. Aan de andere kant de ministers de kerk binnengaan. En bij hen aangesloten ook de staatssecretarissen. Die waren er vanmorgen bij de abdicatie niet bij, maar hier wel. Mathilde en Philip. Komen Felipe en Letizia van Spanje. De ministers moeten eventjes wachten tot ze naar binnen mogen. Samen met de staatssecretaris. Prinses Victoria van Zweden met prins Daniel. En u hoort al het geroep van de fotografen. Dat is omdat dit de mooie gelegenheden zijn om plaatjes te schieten van alle koninklijke mensen. Dit zijn prinses Mary en prins Frederik van Denemarken. Dit zijn dus allemaal kroonprinsen en kroonprinsessen. Tot vanochtend 10:07 waren ze de gelijke van Willem-Alexander nu niet meer. Dit is Brunei, de kroonprins van Brunei. Het land waar koningin Beatrix toen nog en prins Willem-Alexander en Maxima pas geleden nog een staatsbezoek aan hebben gebracht. En dit is het plaatje waar de hele Japanse pers op heeft gewacht. Prins Naruhito met prinses Masako. Want Masako, die komt bijna nooit in de openbaarheid. Het zou niet zo goed met haar gaan. En er zijn maar liefst 80 Japanse journalisten in Amsterdam om dit vast te leggen. Gisteravond bij het diner was ze er nog niet bij, maar vandaag dus wel. Dit is prinses Leila Salman van Marokko. En dit is prins Albert II van Monaco, de enige
vorst dus die vandaag aanwezig is. Naast uiteraard koning Willem-Alexander dadelijk. Prinses Lala Salma. Dit zijn dus de kroonprins en kroonprinses van Thailand. Ook zij bijna nooit te zien. En prins Albert heeft dus zijn vrouw niet meegenomen. Fred de Graaf, die eigenlijk had willen beginnen met de vergadering. Ook nu ook dus een beetje anders, want ja, de ministers die staan hier te wachten omdat de vergadering nog niet begonnen is. De vergadering begint. De vergadering van de Staten-Generaal, als bedoeld in artikel 32 van de Grondwet, is geopend. Ik heet u allen van harte welkom in de Nieuwe Kerk. Berichten van afwezigheid zijn ingekomen van de volgende leden: Postema, Bashir, Karabolut en Smits. Ingekomen is een brief van de minister-president. Ik verzoek de griffier deze brief voor te lezen. Aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, per adres de Nieuwe Kerk, Dam, Amsterdam. 30 april 2013. Hedenochtend is het koningschap van het Koninkrijk der Nederlanden overgegaan op zijn majesteit koning Willem-Alexander en heeft hij de uitoefening van het koninklijk gezag aangevangen. Krachtens artikel 32 van de Grondwet wordt de koning daarna zodra mogelijk beëdigd en ingehuldigd in een openbare Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. De regering stelt er prijs op dat deze beëdiging en inhuldiging hedenmiddag plaatsvindt. Zijne Majesteit de Koning is gereed hiertoe aanwezig te zijn in de openbare Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal die u voor hedenmiddag heeft belegd in de hoofdstad Amsterdam. Was getekend de minister-president, minister van Algemene Zaken, Mark Rutte. Ik dank de griffier. Ik stel aan de orde de benoeming van een commissie van in- en uitgeleide. Ik benoem tot voorzitter en leden van de commissie die Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin zal ontvangen en uitleiden de volgende personen. Mevrouw van Miltenburg als voorzitter. De heer Van der Linden, mevrouw Hamer, mevrouw Dupuy en de heer Van der Staaij. En ze zullen worden begeleid door de griffier van de Tweede Kamer. De voorzitter van de Eerste Kamer gaf aan dat de ministers nu mogen binnenkomen. Dan hebben we minister-president Rutte met naast hem de vicevoorzitter van de Raad van State, Jan-Hein Donner. En achter hem Frans Timmermans, Lodewijk Asscher. Lodewijk Asscher natuurlijk de vicepremier.
Ze hebben dus eventjes buiten moeten wachten tot de vergadering was geopend. Gelukkig is het mooi weer. Ook het kabinet wordt op zijn plaats gezet. En dan niet figuurlijk, letterlijk. En zometeen zal de koninklijke familie binnenkomen. En hier zijn de drie prinsesjes. Van links naar rechts Alexia, Amalia en Ariane. En ook zij zijn gekleed in de jurken die ontworpen zijn door Eduard Vermeulen van Nathan. Achter hen natuurlijk hun grootmoeder, inmiddels prinses Beatrix. Daar is prinses Margriet met Pieter van Vollenhoven. Prins Maurits met prinses Marilène. Prins Bernhard en prinses Annette. Naast prinses Beatrix, prinses Mabel. En daarachter prins Constantijn en prinses Laurentien. Ook op dit soort momenten voelt de familie natuurlijk het gemis van prins Friso. Dit is prinses Carolina, de jongste dochter van prinses Irene. Dit is prinses Christina met haar oudste zoon, Bernardo. En haar kinderen, nog twee kinderen erachteraan, Juliana en Nicolas. En dan komen leden van de hofhouding. De prinsesjes, net als vanochtend, gekleed in dezelfde jurkjes. In koningsblauw. En die is ook afgestemd met de jurk van de prinses, prinses Beatrix. Een robemantel draagt de prinses, een blauw-paars jacquard van wol met zijde. En inmiddels heb ik ook doorgekregen van welk merk in ieder geval. De jurk is van Maxima, maar we houden het nog even geheim. Prins Bernhard met prinses Annette, tweede zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Prins Pieter Christian met prinses Anita. En prins Floris met prinses Emmé. Emmé duidelijk in verwachting. Dit is prinses Irene met haar tweede zoon, prins Geimer. Prins Carlos met prinses Annemarie. Dit is prinses Margarita met haar man Challing.
En prinses Carolina, de jongste dochter van prinses Irene. Met haar man sinds vorig jaar, juli getrouwd, Albert Brenninkmeijer. Voorafgegaan door de griffier van de Eerste Kamer, de heer Hamilton. Hij heeft hen ontvangen aan de deur van de Nieuwe Kerk. Prinses Amalia. Sinds vanochtend prinses van Oranje. En prinses Beatrix is prinses der Nederlanden. Prinses Beatrix met haar kleindochters. Op de eerste rij uiteraard met goed zicht op het podium. En als we naar de klok kijken, dan ziet het er naar uit dat ze het toch gewoon gaan halen om de koning en koningin precies om 2:00 de kerk te laten binnenlopen. Prinses Alexia en prinses Ariane. Prins Constantijn. En prinses Mabel. Het is in ieder geval opvallend dat ze in het zwart is met een witte mouw. Het is niet gezegd dat het symbolisch is, maar het zegt misschien toch wel iets. Kroonprins en kroonprinses van Brunei.
En op de Dam wacht iedereen in spanning af wanneer de koning en koningin naar buiten zullen komen. Daar komt het hoofdcortège, zoals ze dat noemen, het laatste en koninklijk cortège. Hier is Robert Dijkgraaf, dus de oudste heraut der wapenen, en daarachter Ankie van Gunsven en René Jones Bos. Daar hebben we de koning der wapenen, André van Uhm, en links koning der wapenen, André van Uhm, André Kuipers en de andere koning der wapenen is Peter van Uhm. De linkse heraut is dus René Jones Bos. Is misschien de enige onbekende in dit gezelschap, zei ze, een hoge ambtenaar bij Buitenlandse Zaken. Leden van de hofhouding. Hier is Herman Tjenk Willink, lang vice-president van de Raad van State. Hij draagt de grondwet. En dat is natuurlijk wel toepasselijk. Net als links de drager van het statuut, professor Salé. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Koning Willem-Alexander draagt het ordelint en de ster van het Grootkruis der Orde van de Nederlandse Leeuw. En koningin Maxima draagt een jurk van Jan Tamminio. Dus voor de inhuldiging heeft ze voor een Nederlandse ontwerper gekozen. Van het Rijkszwaard hier vooraan is Tom Middendorp, commandant der strijdkrachten. En daarachter hebben we de standaard van het Koninkrijk. De herauten der wapenen, zij zullen straks buiten bekendmaken dat Willem-Alexander is ingehuldigd. Dit zijn de vaandels en standaarden van de verschillende krijgsmachtonderdelen. En ondertussen kijkt prinses Beatrix in spanning toe of ze eraan komen. De tiara die Maxima draagt is door Willem III geschonken aan koningin Emma. Het dateert uit 1867. Het is gemaakt van diamanten met blauwe saffieren. En de afneembare saffier in het midden, die hele grote, dat is een erfstuk van Anna Paulowna.
koning en koningin zullen dus eventjes in het portaal wachten. De hofhouding gaat dan op het podium staan. We hebben bijvoorbeeld de koningen der wapen links en rechts van het podium staan. Een deel van de hofhouding staat ook achter de koning en koningin. Maar nu gaan de deuren even dicht. De vaandels en standaarden dus van de verschillende krijgsmachtonderdelen en van de nationale politie. En zoals altijd in volgorde van anciëniteit: marine, landmacht, luchtmacht, marechaussee en dan dus de nationale politie. André Kuipers, koning der wapenen. Peter van Uhn en Ankie van Gunsven. Ankie van Gunsven staat Robert Dijkgraaf. Hij is de oudste der herauten. De ceremoniemeester. Prinses Beatrix heeft even uitleg. Ceremoniemeester Willem Kozijn. En dit is de commissie van in- en uitgeleiden. Zij begeleiden koning en koningin naar hun plaats. In het rood de voorzitter van de Tweede Kamer. Zij is als vanzelf de voorzitter van die commissie van in- en uitgeleiden. De koning!
leden van de Staten-Generaal. Vandaag ben ik naar uw vergadering gekomen, uw verenigde vergadering, om als uw koning te worden beëdigd en ingehuldigd. Als gekozen volksvertegenwoordigers bent u daartoe hier in de hoofdstad bijeen. Dit symboliseert onze constitutionele verhoudingen. In de loop van 2 eeuwen is het Nederlandse koningschap onlosmakelijk verbonden geraakt met de parlementaire democratie. Deze inhuldiging en de eed die ik straks afleg, bevestigen dat verbond. Dat is verankerd in het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet. Democratie is gestoeld op wederkerig vertrouwen. Vertrouwen van burgers in een overheid. Een overheid die zich aan het recht gebonden weet en perspectieven biedt. Maar ook vertrouwen van de overheid in haar burgers. Burgers die zich mede verantwoordelijk weten voor het algemeen belang en opkomen voor elkaar. Alle publieke ambtsdragers, of ze nu gekozen zijn, benoemd of aangewezen, hebben aan dat vertrouwen hun bijdrage te leveren. Zo wordt de democratie onderhouden. In het winnen van wederkerig vertrouwen ligt een voortdurende opgave, in het klein en in het groot. Dat zei mijn moeder in haar laatste kersttoespraak als koningin. 33 jaar lang heeft zij vertrouwen gegeven en het haar gegeven vertrouwen niet beschaamd. En dat is de basis van haar gezag. Zij stond voor de waarden die in de grondwet zijn verankerd en waaraan zij zich op 30 april 1980 plechtig had verbonden. Zij gaf daar een uiting als zij dat nodig vond. Want het feit dat de koning geen politieke verantwoordelijkheid heeft, betekent niet dat hij geen eigen verantwoordelijkheid draagt. Anders zou de eed, die ook ik zo dadelijk in deze verenigde vergadering zal afleggen, betekenisloos zijn. Lieve moeder, u was koningin in het volle bewustzijn van de verantwoordelijkheden die daarmee verbonden zijn. De plichten van uw ambt was u volkomen toegewijd. Maar u was ook dochter, echtgenote, hoofd van de familie en moeder. Aan elk van die verantwoordelijkheden wilde u eveneens ten volle recht doen. Dat leidde soms tot innerlijke spanningen. Maar u wist uw vele plichten bijeen te brengen in een bezield verband. Op u werd nooit vergeefs een beroep gedaan. Ook in dagen van persoonlijke droefheid was u op de meest liefdevolle wijze een betrouwbare steun voor ons allemaal. Geholpen door mijn vader heeft u als koningin uw eigen stijl ontwikkeld. Vluchtige populariteit was niet het kompas waarop u reisde. U hield een stabiele en zuivere koers aan, omdat u wist in een lange traditie te staan. Rustig te midden van de woelige baren. Ik treed in uw voetsporen. Van mijn ambt heb ik een helder beeld. Wat de toekomst brengen mogen, weet geen mens. Maar waarheen het pad ook leidt en hoe ver het ook voert, uw wijsheid en uw warmte draag ik met me mee. En ik weet dat ik de gevoelens van velen in Nederland en de Caribische delen van ons koninkrijk vertolk als ik zeg: dank u voor de vele mooie jaren waarin wij u als onze koningin mochten hebben.
Iedere koning geeft een eigen invulling aan het ambt. Hij is een ander persoon, in een andere tijd. Het koningschap is niet statisch. Binnen onze staatsrechtelijke regels heeft het zich steeds kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Die ruimte hebben ministers en staten-generaal de koning ook geboden. Tegelijkertijd is het koningschap een symbool van continuïteit en gezamenlijkheid. Het is een directe verbinding met ons staatkundig verleden. Het tapijt van onze geschiedenis, waaraan ook wij vandaag gemeenschappelijk verder weven. In de geschiedenis vinden we de verankering van de waarden die we delen. Een van die waarden betreft de dienende rol van de koning. De koning bekleedt zijn ambt ten dienste van de gemeenschap. Dat diep gewortelde besef werd al in 1581 door de Staten-Generaal vastgelegd in het Plakkaat van Verlatingen, de geboorteakte van wat later Nederland is geworden. Ik treed aan in een periode dat velen in het Koninkrijk zich kwetsbaar en onzeker voelen. Kwetsbaar in hun werk of in hun gezondheid. Onzeker over hun inkomen of over hun leefomgeving. Dat kinderen het beter krijgen dan hun ouders lijkt minder vanzelfsprekend dan vroeger. Ieder voor zich lijken we weinig greep te hebben op ontwikkelingen die ons leven beïnvloeden. Onze kracht ligt dan ook niet in afzondering, maar in samenwerking. Als familie, als vrienden, als bewoners van een straat of buurt, als burgers van ons koninkrijk en als bewoners van deze aarde die zich geconfronteerd zien met tal van opgaven die alleen in internationaal verband zijn op te lossen. Eenheid en verscheidenheid, eigenheid en aanpassingsvermogen, besef van de waarde van tradities en nieuwsgierigheid naar wat de toekomst brengt. Die kenmerken hebben ons in de loop van onze geschiedenis gemaakt tot wie we zijn. De drang om grenzen te verkennen en liefst te verleggen heeft ons ver gebracht. 5 bijzondere landgenoten staan daarvoor symbool. Zij vervullen hier vandaag een traditionele rol, maar zijn tegelijkertijd een levend bewijs van waartoe wij in staat zijn. Achter hen staan 100.000 anderen die zich op hun eigen manier onderscheiden. Ook hun inzet is onmisbaar. De hoop van ons land schuilt in het samenspel van al die mensen met hun talenten, klein en groot. Vindingrijkheid, ijver en openheid zijn al eeuwenlang onze kracht. Daarmee hebben wij de wereld veel te bieden. Als koning wil ik mensen aanmoedigen om actief gebruik te maken van de mogelijkheden die ze hebben. Hoe groot de verscheidenheid ook is, hoe verschillend onze overtuigingen en dromen ook mogen zijn, waar onze wieg ook stond, in het Koninkrijk der Nederlanden mag iedereen zijn stem laten horen en op voet van gelijkwaardigheid meebouwen. Met trots zal ik het Koninkrijk vertegenwoordigen en helpen nieuwe kansen te ontdekken. Ik wil verbindingen leggen, verbanden signaleren en uitdragen wat ons, Nederlanders, verenigt. Ook in tijden van grote vreugde en bij diep verdriet. Zo kan ik als koning het wederkerig vertrouwen tussen burgers en een overheid verstevigen, de democratie onderhouden en het algemeen belang dienen. Ik aanvaard dit ambt met dankbaarheid. Dankbaar voor de opvoeding die mijn ouders me hebben gegeven en voor de ruimte die ik heb gekregen om op dit ambt voor te bereiden. Velen hebben mij met raad en daad geholpen. Hun allen zeg ik dank. Achtereenvolgende kabinetten, daarbij gesteund door de Staten-Generaal, hebben mij de mogelijkheid gegeven een eigen rol te spelen op verschillende werkterreinen. Daardoor heb ik veel kunnen doen in en voor Nederland. Dat werk heeft me bewust gemaakt van wat ik in mijn positie kan betekenen. Het heeft me ook de kans gegeven een grondig inzicht te verwerven in onderwerpen die fundamenteel zijn voor ons land, zoals een verantwoorde omgang met water.
Nationale en internationale ervaringen hebben mij gevormd tot wie ik ben. Met vertrouwen durf ik tegen mezelf en tegen de wereld te zeggen: ik aanvaard dit ambt met overtuiging. En daarbij besef ik hoe intens gelukkig ik ben met de steun van mijn vrouw Maxima. Zij is zich bewust van de persoonlijke begrenzingen die haar positie soms van haar vraagt. Zij heeft ons land omarmd en is Nederlandse onder de Nederlanders geworden. En ten volle is zij bereid haar vele capaciteiten in dienst te stellen van mijn koningschap en ons aller koninkrijk. Leden van de Staten-Generaal. Vandaag bevestigen we tegenover elkaar onze wederkerige verantwoordelijkheden en verplichtingen. Het statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet zijn ons gemeenschappelijk fundament. In goede en in minder goede jaren mogen we daarop verder bouwen. In het volle vertrouwen dat we samen met opgeheven hoofd de toekomst tegemoet kunnen treden. Vanuit die overtuiging wil ik me als koning inzetten met alle krachten die mij gegeven zijn. Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk dat ik het statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren. Dat ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Majesteit, in traditie ligt kracht. Vandaag zijn de Staten-Generaal voor de 7e maal in 200 jaar in verenigde vergadering bijeen ter inhuldiging van de koning. Deze vergadering staat in de traditie die haar oorsprong vindt in het ontstaan van ons koninkrijk. De kracht van deze traditie ligt in de verbondenheid van de volkeren van ons koninkrijk met het huis van Oranje-Nassau. Een verbondenheid die op haar beurt ruim 2 eeuwen verder teruggaat tot de vader des vaderlands, prins Willem van Oranje. Het is in deze traditie dat de leden van de Staten-Generaal en de gedelegeerden van de Staten van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten invulling geven
aan hetgeen in hun naam besloten ligt. Het zijn van volksvertegenwoordiger. Wat onder het volk leeft, zouden wij vandaag in twee woorden kunnen samenvatten. Welkom, majesteit. Met deze woorden kunnen wij echter niet volstaan, nu de wet voorschrijft dat wij de eed die u zojuist hebt afgelegd, beantwoorden met de inhuldigingsverklaring, die wij vervolgens één voor één hebben te beëdigen of bevestigen. De verhouding tussen de koning en de volkeren van het koninkrijk is verankerd in het statuut voor het koninkrijk en de grondwet. Dit maakt de eed of belofte tot een bevestiging van een wederkerige constitutionele plicht van het staatshoofd enerzijds en de volksvertegenwoordiging anderzijds. Onze samenleving is een andere dan in 1980. Ze is gevarieerder, sneller en meer mondiaal gericht. Met de veranderingen in de maatschappij zijn ook de democratische rechtsstaat en de constitutionele monarchie geëvolueerd. Tegen deze achtergrond markeren wij vandaag de overgang naar een nieuwe generatie. Koningin Beatrix verwoordde dit treffend in de toespraak waarin zij haar abdicatie aankondigde. Met grote dankbaarheid zien wij terug op haar regeerperiode. Zij heeft met haar niet aflatend plichtsbesef, schier onuitputtelijke energie, grote kennis en warme betrokkenheid op indrukwekkende wijze invulling gegeven aan het koningschap. Zij was de samenbindende kracht op momenten van nationale vreugde en van nationaal verdriet. Dat ze veel respect en waardering heeft geoogst in de uitoefening van haar ambt, bleek eens te meer na de aankondiging van haar aftreden en zij hier nog eens benadrukt. Majesteit, met vertrouwen zien wij uit naar uw regeerperiode. Het zijn de toewijding waarmee u zich op het koningschap hebt voorbereid, de wijze waarop u uw rol als prins van Oranje hebt ingevuld en de wijsheid en talenten van uw beide ouders die dit vertrouwen hebben gevoed. Evenals uw voorgangers staat u voor de continuïteit en stabiliteit van ons koninkrijk. In het nieuwe tijdperk dat vandaag begint, zult u op eigentijdse wijze invulling geven aan uw taken. Daarbij zult u uw eigen accenten leggen en naar eigen inzicht een samenbindende, vertegenwoordigende en aanmoedigende rol vervullen. Mensen met elkaar verbinden, een brug slaan door te wijzen op gemeenschappelijk gedeelde waarden, is iets wat u na aan het hart ligt. Dit vermogen om wederzijds begrip te kweken, houdt, naar is gebleken, niet op bij de grenzen van het koninkrijk. U mag zich hierbij gesterkt weten door de steun van uw echtgenote, die u steeds terzijde staat, en van uw drie dochters, die naarmate zij ouder worden ongetwijfeld bij tijd en wijle blijk zullen geven van hun eigen inzichten. Dat wij sinds vanmorgen met uw oudste dochter, prinses Catharina Amalia, voor het eerst een prinses van Oranje in ons midden hebben, mag op deze feestelijke dag niet onvermeld blijven. Majesteit, wij hernieuwen vandaag de verbondenheid tussen de volkeren van het koninkrijk en uw huis. Een kracht geborgen in traditie. Wij, de volksvertegenwoordigers van alle landen van het koninkrijk, wensen u kracht en zegen bij de vervulling van uw taak. Mogen thans de Staten-Generaal
en de gedelegeerden van de Staten van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten overgaan tot de inhuldiging bedoeld in artikel 32 van de Grondwet. Ik lees voor de tekst van de in artikel 2 van de wet beëdiging en inhuldiging van de koning vastgelegde plechtige verklaring, luidende als volgt. Wij ontvangen en huldigen in naam van de volkeren van het koninkrijk en krachtens het statuut voor het koninkrijk en de grondwet u als koning. Wij zweren of beloven dat wij uw onschendbaarheid en de rechten van uw koningschap zullen handhaven. Wij zweren of beloven alles te zullen doen wat goede en getrouwe Staten-Generaal, Staten van Aruba, Staten van Curaçao en Staten van Sint Maarten schuldig zijn te doen. Zo waarlijk helpen ons God Almachtig, dat beloven wij. De voorzitter. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Van Miltenburg. Zo waarlijk helpt mij God Almachtig. Van der Linden. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Hamer. Dat beloof ik. Dupuis. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Van der Staaij. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Putters. Dat beloof ik. Ariep. Dat beloof ik. Franken. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Bosma. Dat beloof ik. Van Raak. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Knops. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Van Veldhoven van der Meer. Dat beloof ik. Voor de wind. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Elias. Dat beloof ik. Hermans. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zijlstra. Dat beloof ik. Bart. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Samson. Dat beloof ik. Brinkman. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Wilders. Dat geloof ik. Marcel de Graaf. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Roemer. Dat beloof ik. Cox. Dat geloof ik. Van Haarsma Buma. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Van Bokstel. Dat beloof ik. Pechtold. Dat beloof ik. Tissen. Dat beloof ik. Slop. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Kuiper. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Van Ooyik. Dat beloof ik. Holdijk. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Krol. Dat beloof ik. Nagel. Dat beloof ik. Agema. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Asmani. Dat beloof ik. Bakker. Dat beloof ik. Bekkers. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Van Beek. Dat beloof ik. Beertema. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Bergmoes Duindam. Dat beloof ik. Bergkamp. Dat beloof ik. Berndse Jansen. Dat beloof ik. Beuving. Dat beloof ik. Van Bijsterveld. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Bisschop. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Betty de Boer. Dat beloof ik. Van Bommel. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Bonus. Dat beloof ik. Bontes. Dat beloof ik. Bosman. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Bouwmeester. Dat
Dat beloof ik. Brukker. Zo waarlijk helpt mij God Almachtig. Ten Broeke. Zo waarlijk helpt mij God Almachtig. Broekers Knol. Zo waarlijk helpt mij God Almachtig. Bruin. Zo waarlijk helpt mij God Almachtig. Bruins Slot. Zo waarlijk helpt mij God Almachtig. Van der Burg. Dat beloof ik. De Kaluwe. Dat beloof ik. Van Dam. Dat beloof ik. Van Dekken. Dat beloof ik. Otwin van Dijk. Dat beloof ik. Tony van Dijk. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Jasper van Dijk. Dat beloof ik. Peter van Dijk. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dijkgraaf. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dijkhof. Dat beloof ik. Pia Dijkstra. Dat beloof ik. Remco Dijkstra. Dat beloof ik. Dick Faber. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dikkers. Dat beloof ik. Duizenberg. Dat beloof ik. Duttler. Zo waarlijk helpt mij God Almachtig. Eysink. Zo waarlijk helpt mij God Almachtig. Elzinga. Dat beloof ik. Engels. Dat beloof ik. Essers. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Esther. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Faber van de Klashorst. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Vlierman. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Fokke. Dat beloof ik. Vrijters Kleinen. Dat beloof ik. Fritsma. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Van Gerven. Dat beloof ik. Gesthuizen. Dat beloof ik. Geus. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Machiel de Graaf. Dat beloof ik. Tom de Graaf. Dat beloof ik. Graus. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. De Graven. Dat beloof ik. Groot. Dat beloof ik. Gunal Gezer. Dat beloof ik. Hatschi. Dat beloof ik. Harbers. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Hierma. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Heinen. Dat beloof ik. Helder. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Van Heijem. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Hilkens. Dat beloof ik. Hoekstra. Zo waarlijk helpt mij God Almachtig. Hoogland. Dat beloof ik. Ter Horst. Dat beloof ik. Houwers. Dat beloof ik. Huibrechts Schiedon. Dat beloof ik. Huizing. Dat beloof ik. Jacobi. Dat ontjit ik. Jatna Nansing. Zo waarlijk helpt mij God Almachtig. Jansen. Dat beloof ik. Van Kappen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Keizer. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Kerstens. Dat beloof ik. Klaver. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Van Klaveren. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Klein. Dat beloof ik. Klever. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Kneppers Heinert. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Knip. Dat beloof ik. Kok. Dat beloof ik. Kooiman. Dat beloof ik. Koolmees. Dat beloof ik. Kuiken. Dat beloof ik. Koezoe. Dat beloof ik. Leegte. Dat beloof ik. Leiten. Dat beloof ik. De Liefde. Dat beloof ik. Van der Linde. Dat beloof ik. Lindhorst. Dat beloof ik. Litjens. Dat beloof ik. Lodders. Dat beloof ik. Lokin Sassen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig.
Lucas Smeerdijk. Dat beloof ik. Matt Lehner. Dat beloof ik. Mai. Dat beloof ik. Marcouch. Zo waarlijk help mij God Almachtig. Martens. Zo waarlijk help mij God Almachtig. Van Menen. Dat beloof ik. Merkies. Dat beloof ik. Mohandies. Dat beloof ik. Monash. Zo waarlijk helpen mij God Almacht. Anne Mulder. Dat beloof ik. Agnes Mulder. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Neperus. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Van Nieuwenhuizen Wijmenga. Dat beloof ik. Nijboer. Dat beloof ik. Ontzicht. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Ozenbrug Blokland. Dat beloof ik. Van Oosten. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Oskam. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Ostuurk. Dat beloof ik. Popken. Dat beloof ik. Potters. Dat beloof ik. Kwikschuit. Dat beloof ik. Rukkoer. Dat beloof ik. Reinaars. Dat beloof ik. Rog. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. De Roon. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. De Rauwe. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Ruers. Dat beloof ik. Arno Rutte. Dat beloof ik. Schaap. Dat beloof ik. Scholten. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Schouten. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Schouw. Dat beloof ik. Schouwenaar. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Schrijver. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Schut welk zijn. Dat beloof ik. Zegers. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Cent. Dat beloof ik. Servaas. Dat beloof ik. Sjoerdsma. Dat beloof ik. Slachter Raukema. Waarlijk helpen mij God Almachtig. Smaling. Dat beloof ik. Seurensen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Van der Steur. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Strauss. Dat beloof ik. Van Strien. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zwagerman. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Sylvester. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Tanamol. Dat beloof ik. Taverne. Dan zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Tellegen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Terpstra. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Van Tongeren. Dat beloof ik. Van Torenburg. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Ulenbelt. Dat beloof ik. Van Veen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Venrooy van Ark. Dat beloof ik. Verheijen. Dat beloof ik. Verhoeven. Dat beloof ik. Vermeij. Dat beloof ik. Visser. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Vliegend Hart. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Van Vliet. Dat beloof ik. Jan Vos. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Marijke Vos. Dat beloof ik. Meili Vos. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Aukje de Vries. Dat beloof ik. Albert de Vries. Dat beloof ik. Klaas de Vries. Dat beloof ik. De Vries leggen door. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Fuik. Dat beloof ik. Van Weijenberg.
Dat beloof ik. De Wits. Dat beloof ik. Witteveen. Zo waarlijk help mij God almachtig. Wolberts. Dat beloof ik. Van het Woud. Dat beloof ik. Eipma. Dat beloof ik. Jussel. Dat beloof ik. Zinks. Dat beloof ik. Paul Kroes. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Herr D. Zo waarlijk helpen wij God almachtig. Desiree Kroes. Dat beloof ik. Jansen Varlak. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Sneek. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Trom. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Irauski. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Bikker. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Lopez Trom. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Wyatt Ras. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Franco. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Samuel. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ik constateer dat de inhuldigingsceremonie is voltooid. Mag ik u allen verzoeken te gaan staan? Koning Willem-Alexander is ingehuldigd. Leve de koning! Hoera! 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 U mag weer plaatsnemen. Thank you.
nu staan. Kom nu terug, hè? Thank you.
koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Koning Willem-Alexander nu is ook ingehuldigd. En hij draagt, ik zei dat strakjes verkeerd, wat hij draagt is het ordelint en plak, oftewel de borstster van Ridder Grootkruis in de militaire Willemsorde. De orde van de Nederlandse leeuw, dat Grootkruis draagt hij wel, maar dan in miniatuurvorm. U ziet daar allemaal kleine miniatuurtjes. De rest van de koninklijke familie verlaat nu de nieuwe kerk. Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Thank you.
kerk. Ik deel u mede dat na het sluiten van de vergadering eerst de vorstelijke en bijzondere missies de nieuwe kerk zullen verlaten, gevolgd door de leden van het corps diplomatiek en wel via de damzijde. Vervolgens zullen de ministers en staatssecretarissen en de leden van de Raad van State de nieuwe kerk verlaten. Daarna is het vertrek van de voorzitter van de Verenigde Vergadering met de beide griffiers, gevolgd door de overige leden van de Staten-Generaal en de gedelegeerden van de Staten van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten. De overige aanwezigen wordt verzocht te blijven zitten en de aanwijzingen van de hostessen op te volgen. Ik dank de griffier. Dames en heren, ik wil deze plechtigheid niet beëindigen dan nadat ik de hartelijke dank van de Staten-Generaal heb overgebracht aan al diegenen binnen en buiten deze kerk die zoveel inzet hebben getoond en in korte tijd zoveel werk hebben verricht om deze bijeenkomst te doen slagen. Bijzondere dank gaat uit naar de muzici, het Amsterdam Sinfonietta, het Nederlands Blazers Ensemble, het Nederlands Kamerkoor, het Nieuw Amsterdams Kinderkoor en de organist van de Nieuwe Kerk, Bernard Winsemius. Ik sluit de vergadering. De vergadering is gesloten. U hoorde de griffier vertellen wie er allemaal als eerste de kerk mogen verlaten. Dat betekent dat deze mensen op weg gaan naar het paleis op de Dam, want daar is een receptie. En iedereen wacht even tot hij het seintje krijgt dat hij mag opstaan. Om richting Paleis op de Dam te vertrekken. Albert van Monaco is op weg. Prins en prinses van Japan. Naruhito, Masako, de kroonprins van Thailand en zijn zus. Charles en Camilla dus. Prinses Letizia van Spanje, prinses Mary en prins Frederik van Denemarken. Prinses Victoria van Zweden met haar man prins Daniel. Dit zijn weer Letizia en Felipe van Spanje. Kroonprins van Liechtenstein, denk ik. Het zijn Philip en Mathilde van België. Hakan en Mette-Marit van Noorwegen. En de Arabische delegaties vooraan Oman. Ook zij lopen allemaal onder de passerel door.
de mensen op de Dam zijn duidelijk royalty fans, want ook hier worden ze enthousiast van. Een groot deel van deze kroonprinsen en kroonprinsessen, vooral de Europese, behoren echt tot de vriendenkring van Willem-Alexander en Maxima. We hebben altijd veel samen gedaan, zeker op bijzondere gelegenheden. Hoe dat nu zal gaan is natuurlijk weer de vraag, want Willem-Alexander en Maxima zijn nu in rang opgeschoven. En bewegen zich nu op het niveau van hun vaders en moeders. Prachtig, echt. Met die dolk. Dank je wel, Stephanie. Dit is Barroso. Janan met zijn vrouw. Er is dus zometeen die receptie op het paleis op de Dam. In het paleis op de Dam, in de burgerzaal. Het eerste volgende keer dat wij koning Willem-Alexander en zijn gezin weer kunnen zien is straks om 19:30. Bij het zingen van het koningslied voorafgaand aan de rondvaart over het IJ. De koningsvaart. En dan is er ook nog een diner in het muziekgebouw aan het IJ. En daar zal een groot deel van deze gasten zich ook weer melden. Wilders en Elko Brinkman moeten nog even blijven zitten. Bijzondere missies verlaten inmiddels de kerk.
En nu zijn ook de leden van de Verenigde Vergadering aan de beurt. Eerst de ministers. Premier Rutte mag naar buiten. Vicepremier Asscher loopt naar buiten. Ook zij gaan naar de receptie in de burgerzaal. Dank u voor de vele mooie jaren waarin wij u als onze koningin mochten hebben. Leve de koning!